Dit zijn de kapotgeslagen getuigen in een huis aan de Raiffeisenstraat in Nieuweerdingen. Voorzitter Wim Katoen van Plaatselijk Belang komt hoogstpersoonlijk een kijkje nemen. Jongen, dit is toch niet meer normaal. Wat een bende. Wie hebben deze puinhoop veroorzaakt? Een groep jongeren van tussen de 8 en de 13 jaar. Die hebben hier even huis gehouden. En het baart mij toch ernstige zorgen dat op die leeftijd dat al dit gedrag naar boven komt bij kinderen. Ik zie hier dus muren die bekalkt zijn, haken kruisen erop. Hier ook homo op de ruiten en ook weer haken kruisen. Niet alleen deze te koop staande woning is vernield, ook het voetbalveld van Titan. In de graszode was kapotgeslagen glaswerk verstopt. Dan hebben we het over afgebroken bierfleshalzen die dus op de kap erin zijn gezet met de scherpe punten naar boven. Dan zien we achter ons dugouts waar de beglazing van kapotgeslagen is. Reclameborden die eraf getrapt worden. De vernielingen leiden tot grote verontwaardiging in Nieuweerdingen. Nou, dat is niet zo mooi natuurlijk. Ik vind het verschrikkelijk. De kinderen kunnen niet op, maar de ouders wel, hè. Dat vind ik wel een groot probleem. En ze zijn volgens mij de sleutelkinderen, zeggen ze tegen hier. Die zwerven maar wat bij de straat. Plaatselijk Belang pikt het gedrag niet langer. Dit is heel vervelend voor Nieuweringen, want je komt dus nou in beeld erg negatief. Dat hier jeugd zit die bijna terroriseert. Zo mag je dit wel noemen, denk ik. Vanmorgen is in het dorpshuis De Badden overleg geweest met politie, gemeente en jeugdwerk over de grove vernielingen.